vandaag heb ik een tweede date met... Abby. Je zou haar kunnen kennen uit seizoen 2, waarin zij ons vertelde hoe het is om drag queen te zijn. Je bent het eigenlijk al heel je leven, maar je ontdekt het gewoon, denk ik. Oké, ja, ik hou van performance, ik hou van fashion, ik hou van make-up. Laat ik gewoon alles mixen en drag queen worden. Drag of drag queen. Een performer wiens act bestaat uit het neerzetten van een vaak vrouwelijk, extravert personage. Hoe word je een drag queen? Sowieso als je een goede fashion sense hebt. Als je goed kan make-uppen. En als je kan optreden. Of als je wil optreden. Kun je doen alsof je pikken vastpakt? To catch them is yeah. My real crest. To train them Mark. Is my god. En dan doe ik zo pa-da-pa, dan laat ik ze los. Ja. Oké, hou me niet langer in spanning. Wat gaan we doen vandaag? Wij gaan vandaag jou in drag zetten. Oh my god. Ja, heel erg oh my god. En je gaat ook performen. Maar als in, zeg maar, een echt optreden. Ja, als een echte optreden. Echt een drag queen optreden. En dat bedoel ik ermee. Lipsynken. Of het is playbacken. Oh ja. Dus dat doen drag queens. Dat doen in ieder geval heel veel drag queens. Playbacken. Ja, want is het inderdaad echt alleen maar playbacken? Of wat doet iedereen? Iedereen heeft zijn eigen ding. Iedere drag queen heeft zijn eigen ding. Sommigen die gaan live zingen. Sommigen die doen comedy. Sommigen die doen... Nou, noem maar de gekste dingen. Gebeurt op een drag show. Het wordt heel gezellig. Maar en denk je niet dat het vet gaat opvallen dat het dan mijn eerste keer is? Want jij gaat dus ook optreden? Ja, ik ga zeker optreden. Dan sta ik tussen allemaal gewoon legendary queens. Zeker, zeker. Dus het is aan jou om het fierce te maken. Er is één nummer die ik echt woord voor woord ken. En dat is deze. The very best. Oh my god, Pokémon. Ja. Ja. Is dit een goeie? Dit is wel een goeie. Ja, want dit is echt... Ik ga helemaal aan ook bij dit nummer, denk ik. Ken je ik. Die ook helemaal? Maar de rest... Ja, overal ken ik hem wel, denk ik. 90%? Ja. Oké, okay, goed zo. Nou, dan moeten we dus... Even een leuke lookoe daarbij voorzien, hè. Ja. Jessie van Team Rocket. Ja. En welke kleding dan? Met die sportsokken er ook in. Ja. Ik voel me echt een vrachtwagenchauffeur in een mooi pakje, maar dat komt allemaal nog. Hè, dat komt allemaal nog. Nou ja. Jawel, toch? Je voelt me glad op die hakjes. Goed zo. Straks ga ik kuit op mijn mel. Nee joh. We gaan het even oefenen. Laten we je nummer zo opzetten. Ja. Even het een paar keer doen. Ja. Kan ik niet doen, zeg maar van... Want het gaat de hele tijd van... I wanna be the very best. I wanna catch them all. Dat ik dat doe alsof ik... Alsof ik pikken pak. Ja. To catch them is my real quest. To train them is my... Weet je, die pikken trainen? Ja. Vind je het wat? Ik vind het heel erg wat. Kijk, knal me aan. Even proberen gewoon. We gaan het gewoon en try-out doen. Ja. Oh ja, niet vergeten, vanavond is er ook drag dollars. Dus als je het lipsynken bent, niet vergeten als mensen je gaan tippen, de drag dollars te pakken. Wat zijn dat? Dat zijn dollars die je aan het eind van de avond kan omwisselen. Dat is echt geld. Echt? Ja. En dan pluk je gewoon zo het geld? Dan ga je door het publiek heen en dan ga je gewoon de dollars pakken. En hoeveel dollars pak je dan op zo'n avond, denk je? Oeh, het hangt af van hoe goed je bent. Ja? Ja. En hoe lekker je aan het graaien bent. En ja, zeker, zeker. Maar hoeveel ongeveer, denk je? Kan ik gewoon $50... Ik kan... Nee, dat is meer. Wel veel. Meer? Ja, ik kan zeker tot 200-300 extra op een avond verdienen. Aan dollars. Wow. Aan dollars alleen. Ja. Wow, oké. Okay. Ja. Oh, dus ik moet echt graaien als de je mannen, moet ja. Graaien voor je leven, liefie. Oké. Okay. Alright? Ja. Dat draai ik zo. Ja, heel langzaam. I wanna be the very best. Yes. Like no one ever was. Meer dramatics. Yes. To catch them. Dan moet ik die pikken eigenlijk pakken. Ja. Toch? To catch them. Wow. Dus kun je doen alsof je pikken vastpakt. To catch them is my real crest.
To train them is my God. En dan doe ik zo pa-da-pa, dan laat ik ze los. Ja. Nu ga ik graaien, toch? Ja, ja. Lipzinken en graaien. Searching for a while. Gotta catch them all. Alsof ik word ondergespoten. Ja. I know it's my destiny. Alsof ik allemaal pik om me heen heb misschien. You're my best friend. Now the people's world we must pretend. En lopen door het publiek. Door het publiek lopen? Ja, en door de zaal. Pokémon! Die draai ik helemaal rond. Ik ben verliefd op al die piemels. Pokémon! Oké, ik denk dat we in ieder geval iets hebben. Ja, dat denk ik ook. Nou, laten we de maquillage toch? Laten we even die snoer scheren. Ja, wil je dat? Ja. Moet dat? Dat moet. Oké, Rip. Het is echt heel lang geleden dat ik mijn hoofd zonder snorretje heb gezien. Het zal me vast goed doen. Ja, ik lijk nu gewoon weer 12, denk ik. Dit de afdoel. Nou. Ok. Oh! Oh my god. Helemaal glad. Beter? Veel beter. Okay. Ja. Nu kunnen we heel makkelijk een ander gezicht optekenen. Nou, top. Alright. Laten we het doen. Laten we dit doen. En voelt het nou nog voor jou gek dat je dan dus... Dat je een soort van twee mensen bent? Niet meer. Ik ben echt van een local girl. Ja. Naar een bekende drag queen gegaan. Hoe dan? Door Drag Race Holland. Ja, dat is een hele grote drag queen wedstrijd. Ja, zeker. Dat heeft me best wel veel gebracht. Ik word veel meer geboekt nu om mijn kunst en met wat ik doe. En wat zijn dan nog meer dingen die zijn veranderd voor je? Ik denk vooral dat ik niet meer in een house zit. En dat zijn dan je groepje drag queens waar je dus erbij hoort en waar je samen optreedt. Dat zijn eigenlijk ook gewoon vriendinnetjes van je. Maar we zijn door Drag Race zijn we best wel onze eigen kant op gegaan met z'n allen. En hoe doe je dat dan nu zelf? Nu heb ik gewoon mijn dragdochters. Je eigen dragdochters? Mijn eigen dragdochters, inderdaad. Dus ik probeer nu mijn eigen... house, drag familie te zetten. Ja. En hoe voelt dan zo'n huis voor jou? Zeg maar, waarom is dat zo belangrijk om te hebben? Waarom is dat zo belangrijk te hebben? Ik denk sowieso omdat de meeste van ons die hebben geen contact met ons ouders. Door het gay zijn of door een drag queen zijn of trans of noem maar op. Dus je hebt eigenlijk alleen maar elkaar. Vinden mensen drag dan zo heftig? Of dat komt ook door, dus doordat mensen dan gay zijn en dat niet geaccepteerd wordt? Ik denk dat het een combi is van alles, inderdaad. Het is echt een combi voor alles. En ik denk dat sommige mensen dat niet kunnen inzien, dat het gewoon een kunst is. Het is wel zonde, want het lijkt me juist dat drag is zo'n ding van dat... Dat is zo'n entertainment ding, dus je doet het zo erg juist om anderen te plezieren, dat er dan dus zo'n gevoel ook bij is vanuit anderen dat ze het niet leuk vinden. Ja. Zo zonde. Het is echt heel erg zonde. Ik heb echt vrienden gehad die eerst het afschuwelijk drag vonden, tot ze mij echt op een stage zagen en het echt gewoon... Het zagen wat het was. En ze zeiden, oké, nu snap ik wat je doet. Nou, ik heb al wel echt een andere koppie. Nou, goed zo. Dat mag ook wel. Ja, oké. She's a doll. Je bent af, dus de auto in en gaan. Yes. Oké, ik spray even die lok voor je, Diva. En dan ben je eigenlijk al helemaal ready, meid. Ja, zou ik kijken? Je ziet er zo goed uit. Ik hoop dat ik er beter uitzie dan jij. Hou op! Toch? Right? Ik ben Ariel. Zou je wel willen? Jeetje, maar het komt wel in de buurt. Kittig koppie heb ik. Wow, wat is dat haar mooi. Ja, schat. Oeh. Je staat tussen drag royalty vanavond. Nou, echt. Dus, you better set it. Het is gezet. Nou, en ik heb nagedacht over mijn naam. Oh! Mijn dragnaam. Ja. Miss Happiness Kaki? Miss Happiness Kaki. Of Miss Kaki Happiness. Miss Kaki Happiness.
Miss Cocky Happiness? Ja, ik vond het wel met extra gateway. Miss Cocky. Hello, I'm Miss Cocky Happiness. Yeah. Yeah. Rauw. Oké, maar ik ben uiteindelijk toch nog even van hakken geswitcht. Want deze zwarte hakken staan hier veel mooier onder. Maar kijk even naar deze zolen. Maar ik hoop dus dat op deze hakken mensen snappen dat ik iets minder hoef te dansen. Want ik kan dat helemaal niet hierin. Toch? Kan je wel, schat. Dus het is gewoon iets meer armen en bewegen. En arty. En arty, ja. Dat kan je wel. Okay. Laten we dit doen, meid. Oké, maar jij gaat beginnen. Oh nee, jij gaat beginnen, ik toch? Ik ga beginnen. Ja. Oké, en dan ben jij? En dan ben ik. Oké, want dan ga ik eerst bij jullie kijken. Ja. Goed? Dat mag je doen. Oké, even afkijken. Ja, dat ben ik. Van een soort kleuter van 12 en een pruik op. Toen dacht ik, je hebt zoveel geld. Maar je hebt helemaal getopt. Mijn schat, dit krijg jij allemaal van mij. Voor deze geweldig, bizarre, mooie ervaring. Ah, en alle liefde die je erin hebt gestopt. Ik vond het echt geweldig. Maar het was echt een wervelstorm keer 30. En ik was ook echt heel blij. Dat op een gegeven moment had ik een beetje paniek. En toen keek ik naar beneden. En toen keek je met zoveel liefde keek je naar mij. En toen dacht ik, ja, fuck it. Ik ga die hele zaal ga ik gewoon plat neuken. En toen Het is toch goed? Ja, het was echt geweldig, dankjewel. Alsjeblieft. En heel veel succes nog vanavond dankjewel. Bij de rest van de shows. Dankjewel. Ik ga me omkleden omdat we moeten naar de volgende nummer. Ja, is goed. Oké, okay, veel plezier. Dankjewel aan jou, schat. Doei, dankjewel. Echt dankjewel. Oké, de date zit er voor mij op. Dit haal ik er straks thuis even af. Maar dit was echt amazing. Het is gewoon fantastisch om op een podium te staan als een vent in hakken met een pruik op. Met hele mooie make-up op en gewoon zo'n hele geile show te kunnen doen, dat vond ik echt geweldig. En je voelt je gewoon helemaal empowered. En dat is gewoon echt zo'n lekker gevoel. Ik had ook niet gedacht dat ik het zo leuk zou vinden om
helemaal zo'n andere kant van mezelf te laten zien. En uiteindelijk ging dat me op een gegeven moment nog best wel makkelijk af. Ik dacht van, oh, nou, het zit er wel lekker in. En ik voelde me ook echt wel iemand anders. En ik voelde me echt gewoon een lekker wijfie. Wel had ik nu echt gewoon een heel chill instapmodelletje van één avondje zo even dit doen. En het lijkt me echt wel beuken hoor. Als je dit gewoon een paar keer in de week moet doen. Die hele meuk moet meesjouwen. Alles erop moet knallen. Voor een paar nummertjes op de avond. Nou ja, echt diepe buiging daarvoor. Maar, mama, bel me nog een keer. Want ik vond het gewoon helemaal geweldig. 10 punten. Magnifiek. Oh, trouwens, als je meer wilt. Je wilt bijvoorbeeld de eerste date zien of alle andere tweede dates. Kijk dan even hiernaast. Like de video, abonneer even en druk op het belletje als je gewoon echt nooit iets wil missen. Thank you.